Leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Doe alvast een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. En vergeet niet om op het belletje te klikken. Veel plezier met kijken! We zijn van die momenten, dan kom je naar manege binnen. Daar. En dan is Kim gewoon op je paard aan het rijden. Omdat ik geen tijd had. Dan was er een afzegging, dus dan had ik eigenlijk wel tijd. Toen zei ze, nee, ik rij wel, ga je maar hardlopen. Dan natuurlijk wel 600 punten halen vandaag. Dus kijk. Daar is ze. Wat zegt u? Wat zeg je nou? Ik dacht altijd dat ik jou zag lopen. Oh, hallo paard, is ze lief? Is ze een brave bassie of is ze lastig? Is al wat gedaan? Nee, ik zit in het, denk ik, 5 minuten. Oh. Loopt ze lekker? Doet het goed, hè, paard? Ja. Zeg maar tegen haar dat ze wel beter moet poetsen. Nog allemaal dingen op je hoofd. Ja. Ah, ze heeft haar benen geschoren. Ik ben nog bezig geweest. Nee, ook de zaagsel van haar hoofd. Kijk jongens, ze ziet er weer very nice uit. Ze heeft het alweer smerig gemaakt. En ze had weer last van mok. Kijk, dat heeft ze nog steeds. Dus dat is irritant. Check. Maar ja, we behandelen het. En nu is ze in ieder geval daar geschoren. Dus dan wordt alles weer makkelijker. Ja. Hoeveelste is dit vandaag, Kim? De eerste. Ah. Moet mij verslaan natuurlijk. Nee. Deze week. Oh, pas net. Deze week ga ik winnen. Ja, hoop ik. Dan moet ze heel vaak hard lopen. Ja, nou ja, dat moet dan maar. Ja. Zo is leven. Nou, veel plezier met rijden. Ik heb een bak in de springkast gezet dat als er water in komt dat hij droog blijft. En ik ga met Tess buiten koetje koetje springen. Zaterdag vandaag. En Tess gaat lekker rijden. Heb je zin in? Ja. Wat ga je doen? Ik ga op een koetje koetje manier rijden. Wat dat is, dan zien jullie in een andere video. Maar het is vrij koud, dus we moeten eventjes even lekker losrijden. En dan is ze lekker warm en dan kan ze wat gaan doen. Springen ging niet zo lekker afgelopen vrijdag. Dus vandaag gaan we even bakjes stappen. Misschien nog bakjes draven. Even kijken. Hoe hoog heb ik nu gesprongen? Ik denk 50 uur. 50 uur? Nou ja, je ziet het ding niet meer, maar 50 ongeveer. En het ging super goed. Ja. En wat was nou uiteindelijk de oplossing? Rustig blijven. En? Net doen alsof het een pukkel is op papa's rug. Ja! En nu moeten ze uitknijpen met vol kracht. Nou ja, wat dat eigenlijk betekent is dat je gewoon je benen onder buik heen legt. Zodat ze voelt dat je er bent. Dus geen hakken erin, alleen maar je kuiten onder, buikje zo, daar is de buikje, dit zijn Tessa's kuiten. En dat die wel onder buik hier aansluiten, zodat ze weet dat Tess er is. En dat Tess er gaat helpen, hè? Ja. Dat was eigenlijk alles, hè? Ja. Nou, perfect. Lekker uitstappen. Hallo. Het is vandaag zondag. Ik moet vandaag aan de wedstrijd. Dus ik ben aan het vlechten. Wat met ga je Elisa rijden? Oh, met Elisa. Tadaa!
Wat ga je rijden? BB. Heb je zin in? Ja, ik wil winnen, want vandaag krijgen we een chocoladesprint. En hoe groot acht je de kans dat je wint? Nou, laten we zeggen 1 op de 10. Oké, dan rijden er 10 mee. Nee, oh nee, wacht, 1 op de 3. Het zijn vandaag, dus doet mee ik niet. Mevrouw is te kreupel geweest en buiten dat is het ook te lastig met de twee ruiters die het zijn rijden. Denk ik. Moet ze nog iets groter worden en iets makkelijker zelf dingen kan doen. Ze kan al heel veel zelf hoor. Dus misschien dat ik het over een halfjaartje weer probeer of zo, ik weet het nog niet. In ieder geval, het is bevroren buiten, dus ik kan niet in de buitenbak. Dan mag je, met niet te veel mensen natuurlijk, even tussen de losrijden doorrijden. En dat doe ik dan ook maar. Nog even lekker rijden. Zo, lekker weer rijden. Ik zal zijn jas uitgetrokken. Nog maar 1 jas aan in plaats van 2. Ging eigenlijk heel goed. Het was vrij snel soepeltjes. En ze liep lekker aan de teugel. Wel wat de tong nog uit, maar viel wel mee. Het been heb ik niks van gemerkt. Dus ik ben heel blij mee. Dus ja, ik geloof dat het de goede richting op gaat. We hebben nu 3 dagen achter elkaar gereden. Vrijdag, zaterdag, zondag. En nog steeds geen tekenen van kreupelheid. Dus ik ben een gelukkig mens. Ze is verblindend vandaag. Super goed, dus we waren een beetje moe. Maar ja, maakt niet uit. Ik vond dat het in ieder geval heel goed ging. Ja, ik ben er blij mee. Kunnen jullie me nog ergens zien? Ergens in al die jassen. Het is vandaag dinsdag en het heeft gesneeuwd. En even fotootjes maken voor de video van 10 tips. Als je het koud hebt op de manege. Die zal ik hierboven ergens, daar geloof ik, daar linken. En dan kan je even kijken wat wij doen aan de kou. Nu is Tess de pony aan het halen. En dan gaan we dus foto's maken. En daar is ze. Kindertjes en pony. Wel in de sneeuw. Is toch te schattig dit. Even de recaptekst opgedaan. Omdat als ze de turnout op heeft, dan zie je Bel niet meer. Want die is dezelfde kleur als de sneeuw ongeveer. Dus dat doen we maar niet. Spannend de bel, al die sneeuw. Lastige beslissingen. Wat neem je nou mee? De slee of de pony? Oh, heerlijk. In de sneeuw. Met je slee en je pony. Lekker wordt het niet. Ik voel net een trekpaard. Ik ben ook een klein beetje. Ja, is goed. Mam, je moet komen. We hebben een sneeuwpop gebouwd. Hartstikke leuk. Verona kijkt naar de sneeuw. Ja, het is natuurlijk een beetje lastig, want ze staat vierkant op ijzers. Maar ja, we moeten toch over het terrein heen, dus kan dit er ook nog wel bij.
Dus we doen vooral voorzichtig. Voorzichtig doen we. Ja, in de sneeuw. Saampjes in de sneeuw. Ja. Kijk, dit is makkelijker. Gewoon losse sneeuw. Dan ijs. Pap sneeuw mag ook. Allerlei soorten sneeuw. Nou, daar zijn ze hoor. Jutte joh. Dus even kijken wat ze gebouwd hebben. Oeh, braaf. Goed zo. Vroom vindt het spannend. Maar het gaat heel goed. Dus even kijken. Kijk jongens, zie je dat? Boven op de hooi. Dat is de mestplaats. Oh. Nou, dit is wel heel spannend vindt ze. Kom Roon. Pietdoosje. Doe maar. Dus Jut 1 en Jut 2. Ze hebben zelfs een pen jongens. Nou, misschien kunnen jullie zelf even vloggen. Hallo. Hij is te grappig. Vind je hem leuk? Ja, ik vind hem heel gaaf. Hij doet maar niet, maar denk je nog even. En wie dan? Aan Olaf. Aan Olaf. Olaf ziet er ook zo gezellig uit. Kom, Verona, gaan we naar Olaf. Nou, Verona vindt Olaf echt wel heel eng. Kom maar. Kom maar, Olaf. Doe hem eerst filmen, want ik denk dat ze hem wordt opeet. Dit is Olaf. Hij is wel heel schappig. Heeft hij... Wacht even, ik maak er eerst een foto van. Maar kijk, als je afvraagt hoe kan alles er zo mooi in komen, dan kijk, Olaf heeft een geheim wapen. Wat is het nu? Nou, Olaf. Zielig. Dus Olaf zijn neus kwijt, vind ik ook zielig. We hebben heel hard voor Olaf gewerkt. Dat is wel heel gaaf. Ja. Maar straks naar papa sturen. Het is onze Olaf. Oeh. Ik ben dood. Oh nee. Rennen en afvallen. Oké, je kan. Ja hoor. Oké, oefen take 1. Is te ver weg. Oh, ver weg. Jongen, het is te ver weg. Oké, ik huppel maar naar je toe anders. Oké. Oh, het is koud jongens, waarom heb ik dit gedaan? Doe gewoon. Elisa, te ver weg, kom. Ja, kom bij jou. Ja. Ja, sneeuw. Dat was echt een hele domme val. Nee. Ja, die was niet voor jou ook. Nee, die was niet goed. Ja, maar die voor jou ook. Die was ook zo. Nog een keer. Die voor jou was ook zo, Thijs. Bij je? Buk als hamster. Die hebben we gekregen. Het is vandaag donderdag. Ja. Dus we gaan hem even passen. En vrouw zal die wel passen. Mami, ik moet hier. Wat heb je nou weer, zegt ze? Een beetje klein. Klein? We hebben nog nooit gehad bij Bel dat iets klein is. Hij moet groter. Nou, dan zal die wel passen, Tess. Nee, zeg wel. Nou, poging 2, Bel. Oké, ik weet niet of Bel vindt fijn. Nee, hè? Ze doet een beetje gek. Wat heerlijk, een halster dat gewoon past, Tess. Daar hebben we er niet veel van. Nee. We hebben er zelfs maar heel weinig van, die gewoon echt passen. Volgens mij hebben we daar 2 van, dus deze en nog eentje. Bel, het past! Ja, wel, denk ik, want dit zit me toch allemaal aan. Ja, dat denk ik ook wel eens wel. Oh. Nou, touwtje eraan. Wow. Show me the pony. Wow.
Dat zie je er goed uit, Bel. Wauw. Leed kaartje op de rug. Ja, dat haal ik er zo wel af. Nou, perfect. Spin ik van. En Veronica heeft ook de nieuwe collectie van Bukas. Een halster. Even laten zien. Dit zijn de zomerkleurtjes. Hoe gaaf. Ben je mijn paard? Ja. Ik ben hartstikke blij. Ik ben blij mee. Dat touwtje is echt anders, jongens. Kijk. Nee, even wachten. Ja, ik snap dat jij mee wil. Dat was wel zo de bedoeling. Kijk, dat is echt... Oh. Andersoortig touwtje. Ja, kom maar. Show jij je halster maar. Woehoe. Dat met de sneeuw. Nou, zo zie je er helemaal niks meer van. Dat is dan wel weer jammer. Het is een beetje blauwig met al die sneeuw, bro. Ja. Kom, we gaan zadelen. Kijk, ik wil wel even iets laten zien. Nu zit even dat gele ding eraan. Dus die halen we er even af. Maar, dit halster heeft een voorgevormd... Kijk, dat is niet recht. Het is bobbelig. Zo, kijk, hij zit los van het hoofd. Handig, hè? Kim zit weer te eten. Weer? Ik heb dat helemaal niet gegeten. Dat is namelijk wat Kim doet, eten. Nee. Wel. Dat heb ik helemaal niet gegeten. Ah. Ja. Maar Kim, de doos was binnen. Ja. Nu al. Nu al. En dit keer had Kim het meest. Wij hadden niet zoveel. Ja. We hadden speciaal Kim, die had de wensenlijstje gegeven. En normaal gesproken zeg ik altijd, jammer joh, gaan we niet doen. En dit keer zei ik, nou, als je dat leuk vindt, dan zal ik dat eventjes doorgeven. Dus ik had doorgegeven en vandaag kwam de doos binnen van Bukas, kan je zien op Instagram. Hebben we het live uitgepakt, heb je dat gezien? Nee, ik heb wel gezien, maar niet gekeken. Ze heeft het gezien, maar niet gekeken. Onze hart voor paarden, mevrouw. Ja, maar dat krijg je als je dus moet opletten in de klas. Oh, ze zat in de les. Ja. Nou, zwak excuus, want je zit nu al weet ik het hoe lang weer aan de bar, dus je had al lang kunnen kijken. Oh, ik heb het niet live gezien. Nee, maar je hebt daarna natuurlijk wel gekeken, hè? Ik heb wel voorbij te komen. Ja, voorbij te komen. Maar goed, alles terzijde. Daar komt ie. Ta-ta-ta-ta-da. Dat is hem. Alsjeblieft, mevrouw. Dank u wel. Heeft u gehad van meneer Bukas? Nou, bedankt meneer Bukas. Ik denk dat jij wel Jacob mag zeggen. Ja, ik heb ook mijn Bukas petje, dus... Nou, kijk jongens, dat is heel erg snel. Nou, ik zit zo goed met jou. Blijf zo goed. Nee, ik bedoel in de ruimte. Dan zeg je dank, ja, ik ben telefeus. Dank je wel, Jacob. Misschien moet je in de camera kijken, maar snap niet dat je tegen hem hebt. Hij is al een beetje... Kim is een beetje verlegen, Jacob. Zij zeggen dat er... Ik dacht dat mee. Dat touwtje is echt een soort anders. Dit is helemaal niks. Oh, dit is er niks mee. Nee, het is geen. Het is echt wel, het voelt lekker. En ik ben ook wel weer bezig met de microfoon. Ja, je hebt alleen het zakje kapot gemaakt. Daar ben ik goed in, jongens. Oh, Kim gaat het even doen, die kan dat zeker. Kijk, ta-da-da-da-da. Niet. Er zit een jelistiekje mee. Hoger dan zie je niet. We doen een jelistiekje vanaf. En dan hebben we, maar die hebben we op Instagram ook al laten zien. Maar wat nou het grappige is, is dat er aan, precies hier aan het eind zit een lusje. Als iemand weet waar het lusje voor is, vertel het ons. En dan draaien die dan weer. Zet mijn paard en een lichtmasker voor Zehnia. Ja, dat kan. Ik weet dat. Oh my god. Oké. En die deken is te groot. Dus dan neem maar even het plaatje. Ik trek hem er wel even af. Kijk niet. Maar dan in deze kleur. Zat hij er niet in blauw? Ik heb een ander paard, maar is de paard alweer. Dus onze Henja met haar zomerexeem kan gewoon weer in de wei. Extra rondje in de wei. Ja joh! Nou, leuk. Ja, kun je weer eten? Want je ging Tess helpen, toch? Ja, ik ga nu eten. Wat ga je met Tess doen? Nee. Ja, maar wat ga je met haar doen? Je had een afspraak. Zoals het in de agenda stond, gaan we muurtjes bouwen. Muurtjes bouwen. Meer op Kim haar kanaal. Lekker rustig in de bak. Heerlijk. Alleen Gina is er. En hier uit op Bella. Andere Bella. Dus we hebben twee Bella's in de bak. Kim die gaat Tess even helpen met wat dingetjes met Bel. Dat kan je dus verder zien op Kim haar kanaal. Maar ze gaan elkaar nu gewoon bellen. Zodat niet geschreeuwd hoeft te worden. En ook niet meer in een bak gestaan hoeft te worden. Dat soort dingen. Dus ik ben benieuwd.
Nou, veel plezier dames. Geniet ervan. En succes. Daar hebben we juf Kim, jongens. Zo, juf Kim. We hebben lekker gereden. Het was alleen in de managementbak, wat heel prima te rijden is. Ook wel een stuk warmer dan die andere bak. Maar daar was ook les, dus niet echt een moment om te filmen. Ik zit eigenlijk gewoon op test te wachten in de auto. Dus daarna mag ik naar huis en eten. Honger. Niet stikken in je eigen speeksel, dat is niet menselijk. Okay. Nou, het is vandaag vrijdag en hey, die heeft al eigenlijk een week een warm been. En ja, ze is niet kreupel, maar het is natuurlijk niet helemaal fijn. Maar... En vandaag is het niet meer warm. En wat ga je eraan doen? Of wat heb je eraan gedaan? Ik heb gewoon een paar dagen wel, ik heb wel gereden elke dag, maar ik heb een paar dagen gewoon een beetje rustig aan gerobbeld. Een beetje gestapt, gestraafd, een klein beetje geopereerd. Het is wel een beetje beweging gehad, maar niet echt hard hoefde te werken. Ik heb wel een wedstrijd gehad, maar toen wist ik niet dat ze... Last had van haar been. Dat ze last had. En ze had ook wat vocht toch bij haar knie? Ja, ze had onder de knie en boven de kogel had ze een beetje vocht. Maar dat is nou ook alweer weggetrokken. Dus nou hopen we dat het snel goed komt, ja. Hè Pony? Ja, precies dat. Kijk jongens, Gio staat met zijn voorpluk in de wind. En dan ziet hij er best wel cool uit. Ziega! Ik zei tegen Tess, als je nou gaat zadelen, dan is het nog niet zo druk in de... bak. Ik had niet verwacht dat ze in 2 seconden klaar zou zijn. Ben je er klaar voor, Bel? Met je mooie halster. Kijk dan hoe schattig. Staat er echt heel erg lief. Probeer dat maar. Kan je wel, hè? We gaan samen op die pony letten daar. Zie je dat? Ja, zeg maar wat ze moet doen. Daar stond een hele paal. Zo kon ik zo, hè? Nee. Perfect, goed zo. Ja, er is hoop heen, ja. Tadaa! Een beetje nep, maar... Jo, ze is er overheen. Prima. Goed zo. Sorry, Henja. Ik sta in je space. Doen we er nog maar een keertje. Iets. Oh, sorry. Deze kant op praten. Ik heb volgens mij nu weer 55, 60 gesprongen of zo, denk ik. Nou, het was in ieder geval best hoog. Maar één hinder is dat ze op een gegeven moment helemaal fan van. Dus daar ging ze overheen vliegen. Die heeft ze volgens mij niet één keer geweigerd toen het van de kruis naar het steltje ging en zo. En de rest ging ook wel heel erg goed. Dus ik ben er blij mee. Dus dit heeft ze gewoon gesprongen nu. En daar is onze coach. Kijk wat de coach ervan vond. De coach heeft het koud, maar wat vond u van het springen, coach? Ja, goed. En dat was de coach. Ja.